Ja, verwarmen. Ja, eigenlijk is het foto en het gaat gewoon foto door. Want het is het einde van het stuk. Die herinneringen hielpen hier ook wel eigenlijk. Want juist, ik dacht juist. Van, oh ja, ik zal het even. Heel goed, ik zal het even erbij zetten. Want het kan zijn inderdaad dat je even door de waar raakt. Want is het nou piano? Ja, en aan het eind denk open. Ik zal even erbij zetten. Open in de zin van dat je nog meer stok gebruikt. Ook, en ook als het zo'n eind is. Ja? Dus we gaan. Bravo. Ja. Dat er altijd een goede sfeer is voor de leerling. Dat er muziek gespeeld wordt die zowel uitdagend is als heel leuk om te spelen. Gewoon leuk om te spelen. En heel veel variatie, zoveel mogelijk verschillende stijlen, ook andere stukken wat ze bijvoorbeeld speelt. Ze speelt Bartok en dat is heel wat anders, 20e eeuw, een heel andere stijl. Dus zoveel mogelijk verschillende stijlen, zoveel mogelijk variatie, maar vooral veel passie en liefde voor de muziek die je speelt, want het is heel erg belangrijk. Voor mezelf ook, als ik een muziek speel dat ik graag speel, Wat ik graag speel, speel ik oefening meer en ik doe met nog veel meer plezier. En dan, je hoort meteen ook dat ze dit stuk heel erg leuk vindt. Dus dat vind ik het belangrijkste. Ja. Gaat door. Ineens meer stokken. In het begin is de basis is ongelooflijk belangrijk, de houding, vioolhouding. Dus fysiek, hoe je zeg maar, instrument gebruikt. Want daar begint het mee. Als je niet weet hoe je instrument, of niet precies weet hoe je instrument vasthoudt, dan is het zo belastig om een viool mooie klank te maken. En ook bijvoorbeeld zuiver te spelen. Deze twee punten, misschien wat het belangrijkste als je viool speelt. En daarna komen al die kleine details, muzikale aspecten, et cetera. Maar in principe, mooie klank maken en zuiver spelen. Dat zijn de twee doelen die je in het begin al stelt, van daar ga ik wel voor. En in de loop van de jaren natuurlijk ook dynamiek en stijlkennis en kleuren, ideeën, tempo, ga zo maar door, articulatie, van alles. 1, 2... Ik vind eigenlijk als je al een losse snaren veel kan strijken, dus echt aan het allerbegin, dat je al zo gauw mogelijk in een klein groepje of een strijkersensemble moet gaan spelen. Want je leert gewoon daardoor niet alleen maar samen te spelen, maar überhaupt om te luisteren naar jezelf, wat je aan het doen bent, maar ook naar anderen. En dat is heel belangrijk. En ik vind het geweldig dat er hier dat zo normaal is. Iedereen, hè? Dus Daphne zit natuurlijk ook in een orkest. En ook leerlingen die bijvoorbeeld op een echt beginnersniveau zitten, ook. Dat vind ik heel belangrijk. Ze leren echt muziek maken, maar ook echt het instrument zelf spelen. Dus, ja. Ik zat eerst op blokfluit. En toen wou ik iets anders. En toen zag ik viool, ging ik naar de open dag van Kaliber en vond ik het mooi en leuk. Dus toen ging ik erop.